Hoe voorkomen we dat bacteriën resistent worden tegen antibiotica? Dit is de Universiteit van Nederland. Op een mooie dag, het was uh, 28 september 1928, kwam uh, Alexander Fleming terug van vakantie. Het was een Schotse bioloog en farmacoloog. Uh, en uh, hij, hij uh, maakte altijd een beetje een zooitje van zijn lab. Dus uh, hij keek er eens wat rond. En, uh, en wat zag hij op, zijn, uh, op een van zijn platen, waar hij dus uh, zijn kweken hield van zijn uh, bacteriën, zag hij dat hij helemaal beschimmeld was. Hè? Nou, en je moet je voorstellen dat hij, diezelfde Alexander Fleming had in de Eerste Wereldoorlog in een militair hospitaal gewerkt. En dan zag hij natuurlijk al die slachtoffers voorbij komen met de, de meest ernstige wonden. En die werden in die tijd allemaal behandeld met desinfectiemiddelen. Je, nou, je wil je er eigenlijk geen voorstelling van maken wat, dat, wat voor toestand dat geweest moet zijn. Dus hij was al die tijd al, al op zoek naar alternatieven daarvoor. En wat, wat hij op die plaats zag, dat zien we hier in het midden, was dus die. die aan de bovenkant daar zie je een, een uitstrijk van bacteriën, daaronder die schimmel die ongelukkig op zijn plaat was beland en waar het nu om te doen is, is om die halo. Dus wat je buiten die schimmel ziet, daar zie je een zone waar die bacterie niet kan groeien. En meteen realiseerde zich de impact van, van deze observatie, Dat je dacht: van ja, kijk nou, deze, dit, dit zou wel eens een medicijn kunnen zijn. Waarmee we bacteriële infecties op een wat subtielere manier kunnen bestrijden dan die desinfectiemiddelen. Nou, en zo was de ontdekking van penicilline gedaan. Ik moet zeggen, het duurde nog wel een hele tijd eh, voordat ook echt de werkzame stof geïsoleerd ge kon worden. En pas aan het eind van de, van de Tweede Wereldoorlog. Eh, kon de penicilline op hele grote schaal geproduceerd worden. En heeft dat, uiteraard ook weer in de tijden van de oorlog, heel erg veel levens gered. Als dus we gaan kijken hoe die, hoe die penicilline werkt, dan uh, kunnen we dat zien op het, uh, op het volgende plaatje. Hier is een hele schematische weergave van een, uh, van een bacterie. Uh, die heeft een, uh, anders dan uh, de menselijke cellen of die cellen, beschikt over een celwand. Nou, je kan je voorstellen dat voor die antibiotica, dan wil je aangrijpen in een punt van die cel waar wij zelf niet over beschikken, want dan heb je natuurlijk de minste bijwerkingen. Dus je wilt iets hebben wat helemaal specifiek is voor een bacterie. Nou, dat is dus die celwand. Nou, die, die rode blokjes geven dus het, uh, het penicilline weer. In het geel zie je een uh, celwandcomponent van zo'n bacterie. En wat, wat doet die penicilline nou? Die bindt aan zo'n uh, celwandcomponent. Je ziet het daar uh, ook weergegeven voor een van die componenten. En verstoort daarmee volledig de aanmaak van die celwand. En op die manier worden bacteriën dus uitgeschakeld. Maar bacteriën evolueren heel erg snel en ontwikkelen dus ook heel snel resistentie. En dat is in dit plaatje ook al weergegeven. Want die bacterie is in staat om een enzym te maken. En dat is weergegeven met die uh, groene pijlen. En dat enzym dat knipt dat penicilline in, in twee stukken, waardoor het niet meer werkzaam is. Dan heb ik nu even een vraag uh, voor jullie. Uh, steek even je hand op. Wie, wie heeft er wel eens uh, antibiotica gebruikt? Nou, dat is een beetje iedereen. Um, wie heeft zelfs het idee dat ze eigenlijk onterecht werden voorgeschreven? Nou, dat zijn er al een stuk minder. Kijk, er in, alleen in Europa worden duizenden tonnen antibiotica per jaar voorgeschreven. En dat zijn dus al die verschillende antibiotica die ik net noemde. Uh, en naar schattingen in Nederland uh, schijnen we dat uh, vrij goed te doen, omdat we uh, uh, daar voorzichtig mee omgaan en uh, dat over het algemeen dus, nou, we hebben het net gezien, uh, alleen maar voorschrijven als het echt nodig is. Maar volgens schattingen wordt er zeker meer dan de helft voorgeschreven, terwijl het niet, uh, niet echt nodig is. En uh, het probleem hierbij is dat je eigenlijk niet goed kan zeggen bij antibiotica van. Uh, Baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is, dat is zeker niet het geval. Want uh, zoals ik net al zei, uh, op het moment dat je dat die antibiotica blijft gebruiken, dan uh, werkt dat resistentie in de hand. En uh, op een gegeven moment zit je natuurlijk aan het einde van je arsenaal van antibiotica wat je nog kan gebruiken. En dus uh, in Europa, uh, zo'n 25.000 mensen, maar over de wereld is dat, naar uh, stellen schat ik een half miljoen. Mensen die sterven uh, als gevolg van infecties die eigenlijk niet meer te behandelen zijn met uh, antibiotica. Nou, uh, een deel daarvan is wat ik net al zei, is eigenlijk het, het stellen van een uh, goede diagnose. Dat is dus uh, heel belangrijk. We weten, of laten we er even van uitgaan, allemaal wel het verschil tussen uh, een bacterie en een virus. Ik heb hier twee, uh, twee modellen liggen. Uh, dit, is het, uh, dit is het model van, uh, prachtig in elkaar geknutseld model van een uh, bacterie. Je ziet hier een, een mooi staafje met een staart eraan. Eigenlijk zit een levend organisme, een levend wezen. Dat kan je van zo'n virus niet zeggen. Hij had eigenlijk een stuk kleiner moeten zijn, moet ik zeggen, want een virus is overal veel kleiner dan een bacterie. Maar even voor het model, anders zou je er helemaal niks meer van zien, is dat prima zo. Zo'n virus is eigenlijk geen levend wezen, want die heeft dus een andere cel nodig die die infecteert. Uh, om zich uh, te kunnen vermenigvuldigen. Hij wordt dan in die cel vermenigvuldigd. Dus de cel kan dan openbarsten. Laat dan weer vele virusdeeltjes vrij. Die op hun beurt weer allemaal andere cellen kunnen infecteren. Heel anders dan een bacterie, want die gaat gewoon zelfstandig te werk. Nou, dan wil ik even een, een, een testje met jullie doen. om te kijken hoe het, hoe het, uh, hoe het zit met jullie kennis. Uh, ik dacht eigenlijk een aantal ziektes te noemen. En uh, dan moet je even je hand opsteken of dat uh, een, een uh, bacterie of een virus betreft. Oké, okay, daar gaan we. Tuberculose, bacterie of virus? Hoeveel mensen denken dat het bacterie is? Een virus? Oké, okay, er zijn een paar mensen die hier toch wel de mist in gaan, zie ik. Uh, dit is Mycobacterium tuberculosis, dus dat is een bacterie. Uh, een ander voorbeeld: cholera. Is dat een bacterie of een virus? Ik zie heel veel twijfelaars. Het ah, is misschien ook wel lastig, hè? Vibrio dus dat is een bacterie. Uh, hepatitis, is dat een bekende hepatitis? Is dat een virus? Ja, ja dat klopt inderdaad. Een leverziekte, maar is het viraal? Of... Ja, dat klopt, virus. Oké. Okay. Uh, dan hebben we er nog eentje, en dat is, een, uh, dat is even een strikvraag. Uh, wat denken jullie van uh, malaria? Virus of bacterie? Geef van beide, want het is een parasiet. En dat is eigenlijk een andere uh, bekende klasse van ziekteverwekkers. Maar waar het natuurlijk om gaat hier is dat tegen uh, virale infecties of tegen parasitaire infecties zoals malaria antibiotica helemaal niet helpen. Dus dan moet je ze zeker niet uh, voorschrijven. Nou, dat is allemaal prachtig, hè? dan weten we dat. Uh, maar wat doen we nou? Want uh, we hebben maar een aantal antibiotica tot onze, tot onze beschikking. Dus wat, wat, wat gaan we nou doen aan, die, uh, aan, aan het opkomende probleem van die resistentie? Want het wordt, het wordt steeds groter. Nou, uh, wat ik hier zou willen voorstellen is dat, uh, dat we eens kijken naar de, 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 de meest gevreesde vijand van de bacterie. Het is tevens ook het, het meest voorkomende biologische deeltje op aarde. Het gaat hier om bacteriofagen. Virussen die specifiek alleen maar bacteriën infecteren. En dat doen ze overal waar bacteriën zijn. Dus uh, dan denk je: van ja, maar dan zijn we er toch uit. Uh, waarom zetten we dat dan niet in? Nou, uh, daar zijn een groot aantal verschillende redenen voor. Uh, een daarvan is dat op het moment dat je natuurlijk een, een breed spectrum antibioticum hebt, en uh, wat helpt tegen tal van verschillende infecties. Dan is dat, uh, is dat natuurlijk wel aantrekkelijk. A, omdat je de diagnose niet heel nauwkeurig hoeft te stellen. Want hij helpt tegen een groot scala aan bacteriën. En B, en dat heeft niet zoveel met de microbiologie te maken, maar meer met, uh, met uh, de business. Is op het moment dat jij een medicijn ontwikkelt, wat tegen heel veel verschillende ziektes helpt. Ja, dat, uh, dat, dat, dat wil wel lekker gaan met je, met, met, met je bedrijf. Uh, wat ik voorstel is om iets te, te ontwikkelen wat heel specifiek werkt. Uh, ja, dat is, dat is toch een stuk uh, minder aantrekkelijk. Dus uh, uiteindelijk is, is dat een reden waarom die bacteriofagen ook hier eigenlijk tot op heden niet zo'n heel erg groot succes zijn geworden. Uh, nou hebben we gelukkig een, een instituut, en dat ligt in uh, Tbilisi in uh, Georgië. En dat is een van de weinige plekken in de wereld, dat heet het Iliaeva-instituut, waar al sinds 1930 men helemaal gespecialiseerd is in die bacteriofagen. En waar mensen zich, ze doen daar ook aan therapieën, zich op de dag van vandaag kunnen laten behandelen met dit soort bacteriophage-therapie. Nou, ik, ik was daar twee jaar geleden op bezoek met een bevriende microbioloog. En om een praatje te geven en toen hebben we dus daar er is overigens ook een hele mooie samenwerking uit voortgekomen om uh, infectieziektes van uh, urineweginfecties, waar ook veel problemen zijn met resistentie, om te bestrijden. En uh, wat, wat bijzonder is, is dat men ontwikkelt dus die bacteriofage daar. En uh, specifiek tegen de infectieziekte die je hebt. Dus we nemen een monster uh, van de infectieziekte. Isoleren de bacterie. En kijken in een enorme collectie van bacteriofagen die ze daar hebben. welke goed werkt tegen de infectie die je hebt. En die zitten dus in, uh, in, in dit soort uh, ampullen. Uh, en, het, en, en wat ik me niet realiseerde uh, toen ik daar was. is dat je dit gewoon in elke drogist uh, uh, over de counter kan kopen. Dus uh, terwijl we er hier helemaal niet bekend uh, mee zijn. is in, in Georgië en een aantal andere Europese landen. kan je dus gewoon uh, met die bacteriofaagtherapie aan de slag. Uh, ik heb de bijsluiter ook nog even gelezen, en uh, ja, er staat in dat, uh, dat dit een tal van verschillende toepassingen heeft, uh, waarbij het hier gaat om een cocktail van bacteriophagen, en kunnen dus wel zowel gebruikt worden voor uh, bijvoorbeeld uh, wondinfecties, maar ook uh, voor uh, darminfecties. Goed, ik heb hier dus hoge verwachtingen van, dus ik hoop eigenlijk dat men uh, ook uh, in het Westen uh, onderzoek op dit gebied wat meer gaat uh, omarmen. Neem even een slok water. Waar liggen nog meer oplossingen? Ik heb nog één uh, ander, ander idee waarom we antibiotica-resistentie uh, kunnen, op wat voor manier we dat goed zouden kunnen uh, bestrijden. En dat is door um, uiteraard te voorkomen dat je die infectie oploopt. Nou, uh, misschien heeft uh, iedereen van jullie wel eens gehoord van ziekenhuisinfecties. Dat zijn dus infecties, die, die had je nog niet, maar die krijg je op het moment dat je in het ziekenhuis ligt. En uh, ja, het, het ziekenhuis is natuurlijk een plek om beter te worden, maar dit is wel een, een, een probleem wat zich uh, uh, veel voordoet. En uh, uh, als zoiets gebeurt in een ziekenhuis, is vaak de eerste reactie. Oh, we moeten, no we moeten nog uh, harder met desinfecteermiddelen aan de slag. En uh, ik zat me af te vragen, of het gewoon niet veel effectiever is om uh, uh, laat maar zeggen, die, die, uh, dat automatisme van het desinfecteren, dus nog minder uh, bacteriën, uh, om dat op een andere manier aan te gaan pakken. En uh, ik, ik heb daarvoor een voorstel, en dat, dat, dat noem ik nou maar even, het, het, het kale akker-effect. En uh, dat zal ik eventjes uitleggen. Dat als, als je des, een, een oppervlak desinfecteert, dan uh, is er eigenlijk sprake van, van een kale akker. En uh, al die bacteriën. Uh, inclusief degene die, uh, die effecten kunnen veroorzaken, kan je zien als een, als een soort zaadjes die, uh, die je uitstrooit. En um, nou, op het moment dat je dus alles gedesinfecteerd hebt en er niks meer groeit, is de kans dat die zaadjes tot, opgroeien tot gewassen natuurlijk een stuk groter dan dat al die plaatsen bezet zijn en je niet gedesinfecteerd hebt. Laten we even uitgaan van een jungle, even voor deze vergelijking. Nou, als je dan met je hand met zaadjes komt, ja, al die plaatsen zijn bezet. Dus daar kan niks uitgroeien. En kunnen we, kunnen we niet met wat, met wat die uh, uh, gedachten, kunnen we daar niet wat mee doen? Dus uh, waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat mijn, mijn ziekenhuis van de toekomst, uh, daar, daarin uh, barst het van de bacteriën. En uh, de, ik zie het zo voor me, dat je, je komt aan in de, in de ontvangsthal, en uh, er staan t, twee hele grote fermentoren met, met melkzuurbacteriën erin. Wordt gebruikt in de... In de keuken om, om lekker, uh, lekker voeding van te maken. Op de gangen ruikt het niet naar desinfecteermiddelen, maar naar een heerlijke boslucht. En die komt van allerlei uh, bacteriën, genaamd Streptomyceten, die daar in reactievaartjes uh, gekweekt worden. En uh, de vloer wordt schoongemaakt met uh, schoonmaakmiddelen, helemaal vol met bodembacteriën erin, zodat ze al die plaatsen bezetten en bacteriën geen kans krijgen. Ik kan me voorstellen dat een aantal van jullie denken: wat staat hier nou voor een idioot te praten? Bacteriën in een ziekenhuis, levensgevaarlijk. We hebben het over patiënten en je kan toch geen enkel risico lopen. Maar natuurlijk kan je geen enkel risico lopen. En daarom moet je het onderzoeken. Dus wat je moet doen, is je moet die stroom van die bacteriën in, in, in kaart brengen en kijken wat er een effect heeft. En uh, in, in, in Amerika zijn ze al een stukje verder. Dan hebben ze het, uh, in Chicago loopt het Hospital Microbiome Project. Microbiome is eigenlijk niks anders dan een verzamelnaam uh, voor alle bacteriën die op een bepaalde plek voorkomen. Nou, in dit geval in het, uh, in het ziekenhuis. En, in het, uh, en uh, met de moderne technologie die we nu hebben, kunnen we op een hele efficiënte manier in kaart brengen uh, waar bacteriën allemaal voorkomen en hoe ze overgedragen worden. Dan uh, kom ik nu uh, op mijn. Uh, op mijn uh, Volgende college, en uh, dat zal zijn wanneer is verrot voedsel juist goed voor? APPLAUS